mensen van Biontown, ik ben Rick van Serpent Gameplay. Vandaag spelen wij wat voor mij echt een pure klassieker is. James Bond, motherfucking Nightfire voor de Gamecube. Ik ga gewoon even lekker een campaign starten. In principe wil ik de multiplayer opnemen, maar het voelt toch een beetje lame, weet je. Die multiplayer is fantastisch om met vrienden te doen, maar... ja, het is toch echt leuker om die gewoon lekker met meerdere mensen te spelen. Het is niet voor niets een multiplayer. In ieder geval, we gaan vandaag dus daarom ook gewoon de storyline doen. Ik denk dat ik gewoon wat van de leukere missies pak. Ik heb de hele storyline al eens gespeeld, dus ik pak gewoon wat leveltjes eruit waarvan ik denk, oh ja, die zijn nog wel leuk om met het internet te delen. Waarom krijg je geen ondertiteling? Ik had wel verwacht dat ik ondertiteling zou krijgen, aangezien de game is in Nederlands heb gezet. NATO has advised that recovery is critical. Zeus, ik heb echt het gevoel dat om dit ding hierbij hoort, dat die gewoon van me is afgepakt. In ieder geval, wie de fuck geeft er sowieso een neuk om de verhaallijn in James Bond games? Eigenlijk ben ik het wel, ja. Yes. Bla 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 bla, deze man is irritant. Dring het kasteel bij de hint. Als je moeite hebt en doelstellingen te verwezenlijken, dan kun je in een pauzemenu een hint krijgen. Ik ben dol op hints. Oké, dit level is, het is heel grappig, want Nightfire heeft ook een PC-versie. En het eerste level lijkt nog gigantisch op de PC-versie, dat is wel leuk. Ik ga de missies overigens niet al te serieus doen, weet je. Als je me in één keer ziet aankloten en denkt, Rick, waarom doe je dat? Onthoud, dit is internet, ik moet toch een beetje in het publiek vermaken. Je kan ook de missie super stijl doen en dan gewoon niet praten en gefocust zijn. Maar ja, dat is ook niet leuk, hè. Wacht, deze man even doodmaken. Ben je nou aan het doen? Ben je nou aan het roken? Dat is dodelijk! Oh, kijk maar! Oh, wat grappig. Oh, ik krijg wel meteen een sneeuwsniper. Wat kun je daarmee doen? Op de sneeuwsniper. Kan ik hier naar achter? Supergeheim missiegebied. Dit zijn wel de plekken waar je dan vaak van die bondlogo's vindt. Oké, daar is nog iemand. Ho. Stop daar eens even mee, piraatje. Dankjewel. Kijk, ik zei toch, daar vind je die bondlogo's. Ik heb serieus dit bondlogo nog nooit gevonden. Ik dacht opeens, hé, waarom loop ik niet gewoon de verkeerde kant op? En toen vond ik een bondlogo. En als je dan heel veel van die bondlogo's vindt, dan ben je super sexy. En dan wil iedereen vrienden met je zijn op Facebook. Oké, we hebben nu de sneeuwsniper. Laten we die ook maar even, gewoon even goed in gebruik gaan nemen, denk ik. Daar staat een gemene man. En die gemene man zal weldra sterven. Oh, gemene man toch. Waarom val je zo onhandig uit die toren? Dat zal pijn doen aan je dode familieleden. Die eigenlijk nog leven, want jij bent dood. Kan die lamp kapot? Ja! Soms krijg ik wel Bond-momenten als je coole dingen doet, zoals schiet op de lamp. Dat je dan Bond-moment krijgt van oeh, dat zou James Bond ook sowieso gedaan hebben. Eigenlijk niet, maar ja, weet je, misschien wel. Dan krijg je een Bond-momentje, dat is ook wel een hip moment van je inleven. Kijk. Oh, ik zie alleen maar mijn dode vriend voor me liggen, maar I don't give a fuck. Ik swing met mijn hoofd van links naar rechts, zodat ik moeilijk te headshotten ben. En ook hij zal weldra het loodje leggen. Nou ja, nou we toch bezig zijn met weten dat die lampen kapot kunnen, laten we ze allemaal kapot schieten. Bats. Valt ik echt totaal niet op voor de wachters. Van, hey, alle lampen zijn kapot. Nuon. Gewoon Nuon bellen. Ja, Nuon hebben een stroomstoring. Zegt Nuon, ja, oké. Okay, dat kan, hè. Dat kan de beste overkomen. En dan hangen ze op. Weet ik veel. Kom eens hier met die lamp. Ja, pats. Oeh, dat is een mooi gemixt schot. Misschien krijg je wel een bom moment als je al die lampen uitschiet, hoor. Ik heb ook echt namelijk nog nooit de moeite gedaan om op al die lampen te schieten. Jeetje, deze sniper heeft hier voor niets maar een paar kogels. Maar je ze niet moet gebruiken om op lampen te schieten. Daarom. Als het goed is kun je ook in die auto springen op met een trucje. Had je ook gewoon kunnen doen, weet je. Had je een hele hoop moeite gespaard. Maar ja, dat heb ik dan maar net niet gedaan. Oh, vriend. Vriend. Als het goed is kun je naar binnen. Open de deur met de actieknop, maar dat gaan wij niet doen. Ik weet namelijk een alternatieve route. Ich weiß ein alternatief. Hoor je dan nog iemand op me schieten? Ik dacht het al. Oké, je kan namelijk hierheen. Yes. En dan kun je hier langs lopen. En om een of andere reden is het dan super cool tof. Best wel handig. Geen idee of dit leuker is. Qua materiaal. Misschien is het makkelijker. Het is wel een geheime route. Dus als het moeilijker is, zou ik dat best keer vinden. Oh ja, hier komt iets van... ja. Hoe ging het ook alweer? Je moet aan de touw gaan hangen in ieder geval. Oh, hier zo. Oeh, kijk mij. Ik ben James Bond en ik kan goed hangen aan dingen. Oh. En dan druk je nog een keer op I en een... Hoppakee. Wat een Bond-acties vinden hier plaats. Vol op jouw beeldscherm. Het is dan ook al waar het een echte James Bond film. Kijk, hier is iets moeilijks. Ja, precies. Er lopen mensen langs. En als die je zien... Ja, I don't know. Dan gaan ze misschien op je schieten of zo. Niet helemaal wat je wilt in het leven. Kan ik hier nu langs? Ja, joh, kan gewoon. Pff, wat ga je doen? Me spotten? Dacht het niet, man. Dacht het niet. Oh, wat best wel makkelijk. Ik had verwacht dat dit moeilijker zou zijn, eigenlijk. Nou. Yay! 007 moment. Want ja, als je wel gespot werd als je er langs liep, geen waarschijnlijk dood. Dus ja, een beetje een verplichte 007 momentje. Voelt allemaal een beetje geforceerd, jongens. Nou, je kunt dan je grijphaak pakken.
Want ja, je bent tenslotte James Bond, dan heb je dingen zoals lasers die geen sneeuw kunnen smelten. Een grijphaak die een mobieltje is. Je hebt ook een scheerapparaat later. Dat is de bullshit factor waar je een beetje doorheen moet bijten eigenlijk. Begrijp me, ik ben altijd heel kut met het gebruiken van die grijphaak, ook in multiplayer. Ik snap nooit echt... Hoe? Hoe werkt deze grijphaak? Oh, nou staat er een grijphaak in beeld. Dat is al... Dat duidt erop dat het gaat werken. Daar vliegt ook gewoon even een helikopter langs. Zo van, ja, ik schiet je zo meteen overhoop. Nah, doe me niet. En dan doet hij, oké, ja, dan niet, hè. Wat ga je wild, prinses? Nou, we zijn binnen. Wat een infiltratie. Wat een spannendheid. Wat een sneaky. Ik zag er al iets liggen. Wat zijn het? Bommen? Bommen en granaten? Is het geld? Wat is het? 30 schoten voor de 9 mm. Heb ik jullie ooit al een keer verteld over die keer dat ik bedreigd ben op het internet? Dat was echt best wel interessant. Er was een jongen die zei van, ja, pas maar op, anders kom ik naar je toe met een 9 mm. En toen zei ik dat zijn penis 9 mm was. En toen hebben we allemaal heel hard gelachen. En eigenlijk zei hij, oh ja, mijn broer en dit en dat. En nooit meer van hem gehoord eigenlijk. Het was via MSN. Just for your information. Het was via MSN. Vind een manier om bij het feest naar binnen... Oh, waarom ging deze deur net open? Ho, goedemiddag. Ik ben Gaston van de Postcode Loterij. U bent dood gewonnen. Nou, we gaan lekker verder. Oh, een bommomentje. Die zag ik echt tot zij aan het aankomen. Ik ben wel goed in bommomentjes pakken, zeg. Jullie denken ook van, zo, Rick, heb je dat ingestudeerd of zo? Misschien. Wat denk je wel niet van me, bandiet? Ik heb net 1 leveltje gespeeld, maar dat is een heel ander level. Dit deel komt exact uit een multiplayer map, dus daar heb ik een beetje mijn voordeel van. Die multiplayer map die heet Sneeuwblind, als ik me niet vergis. Wat misschien wel handig is, ik kan wel proberen de lampen nu kapot te schieten. Zou dat me helpen in het verdere leven? Vast wel. Pats. Want ik weet dat als je door zo'n lamp gezien wordt, dan zeggen die mensen Lichten aan! In het Duits of zo, stelletje Duitsers. Niet dat het iets ergs is, maar ja, het zijn gewoon Duitsers. Als ze Duits praten, zijn het ook vaak wel Duitsers. Of mensen uit Zwitserland. Nee, jawel, Zwitserland praat ook Duits. Ja, ja, denk daar maar eens over na. Voordat hij nog een keer iets beledigends tegen me zegt. In ieder geval, dan gaan ze op je schieten en zo, word je niet gelukkig van. Je kan beter gewoon de lampen kapot schieten dus. Dat moet je onthouden. Pats. Next! Jullie missen natuurlijk wel een beetje de actie. Jullie willen keiharde actie zien op je beeldscherm. Nou, die heb ik niet hoor. Bam, bam, bam. Wat? Explosief vaatje! Is dat... Oh, dat is gewoon een doos. Ik dacht dat het gaat exploderen, jongens. Oh, dat deed het ook. Alleen een beetje laat. Had een bommomentje kunnen zijn, jongens. Gemiste kans. Is dit misschien iets super geheims? Het zit op slot! Oh, nee toch. Jamie, nee. Even kijken wat hier allemaal te doen is. Hallo iedereen. Hoe gaat het ermee? Oh, dat is denk ik al het feest. Volgens mij is dat de ingang naar het feest. Ja, we zijn er toch al zo hardcore bommomenten aan het verzamelen. Kunnen we net toch wel eentje extra zoeken, of niet dan? Nou, die kan niet open, denk ik. Nee. Nee. Nou, oké dan. Dan ga ik gewoon verder zoeken. To bond moment or not to bond moment. But of course, we shall bond moment forever. Oh, wie schiet er op me? Oh. Help me. Ja, net was je nog Duits en dan ga je... Help me. Een beetje een opportunist vind ik je. Oh, even. 360 no-scope, 420 blaze it. Respecteer. Oh, wat de... Respecteer mijn Call of Duty skills. Bernard. Jemig. Oké, nou in één keer is het best wel een groot level. We hadden de uitgang al gevonden, maar ja. Soms is het leven even te makkelijk en dan moet je het moeilijker maken, of niet dan? Dat is een quote van Rick Broers, een erg inspirerend filosoof. Ja, echt een life changer is die gast. Top gozer. Hey, nu sta ik in één keer boven. Wie is er nu in de leiding? Hey, wie heeft dan die lampen kapot geschoten? Niet cool, man. Niet cool. Hey, nee, die kopte met een panzertje erin. Daar hou ik wel van. Samen met pannenkoeken met heel veel appelstroop. Oh, appelstroop. Je kan dit maken, denk ik, maar Rick, waar maken ze stroop normaal van dan? Onder andere van rietsuiker. Ja, ja. Pas maar op. Dat is de verkeerde stroop. Niet eens even een bommomentje voor explosies. Ik bedoel, als James Bond iets is, is het wel motherfucking explosies. Ik vind het wel echt een bommomentje waard, dit. Hoppakee. Bommoment na bommoment. Eens even kijken, wat is er allemaal nog meer te doen? Ja, dingen overhoop schieten. Mensen overhoop schieten. Je kent het wel. Het standaard gezeik. Eens even kijken. Hier misschien een bommomentje of zo? 5 schoten voor de sniper. Oké, voor het snipergeweer. Dat vind ik wel weer fijn. Is dat de sneeuwsniper? Ik ga er wel vanuit namelijk. Aha, een boef. Een bandiet. Daar is hij. Kan ik je raken door die reling heen? Oké, hij komt al in zicht. Nee. No-scoped. Oh, wacht. No-scope die shit uit. No-scope de poep uit hem. Het is me gelukt. Ik heb de poep letterlijk uit hem geno-scoped. Oh, het is gezellig hier. Oh! Oh! Waarom heb ik zo vaak oh zeg? Niet heel veel bijzonders gebeurd ofzo. Oh, Ricky toch. Gekke Ricky toch. Waar waren we toch zonder jou?
Oh, in je ruggetje. Ik heb het gevoel dat er nog iemand is. Hallo? Hallo daar, iemand thuis? Hé, hier ben ik nog niet geweest. Ik ben nu ondertussen echt verdwaald, weet je. Ik was ooit ver en zo, toen wist ik wat ik deed. Het waren de tijden dat ik wist wat ik deed. Hé, jongens, wat jammer dat jullie dood zijn en zo. Echt zonde. Kan ik in de put? Nee, dat gaat niet. Ik heb het gevoel dat er iemand op me schiet. Nee, toch niet. Oké, mooi handig, mooi meegenomen, doei. Ik miste wel een beetje de granaten tot nu toe, weet je. Hey! Gedode burgers! Ah, jammer! Moet ik nou eens de hele missie opnieuw doen? Nee. Dat vind ik wel echt iets voor deze game namelijk hoor. Waarschijnlijk begin ik weer dat ik eenmaal binnen ben. Hoop ik. You better. Anders heb ik zelfs 10 minuten van mijn leven verspild. Gelukkig. Nou, dan gaan we gewoon lekker verder naar het feestje hoor. Steek die bommomenten maar in je kale koppenis reet. Oeh, ik zei het. Koppenis reet. De waarheid is verteld door moi. Heb ik allemaal sniper geweer nog? Ja, ja. Volledig uitgerust met 1 gehele kogel. Zoals het hoort. Zoals het mij geleerd is als kind. De wolfram. Ik heb iets gehoord. Ik heb iets gehoord. Hoor je dat? Ik heb iets gehoord. Ik heb iets gehoord. Lichten aan. Dat zeiden ze altijd. Dat was ja, jeugd toch wel, hè? Weet je, boeit me ook helemaal niks. Jullie zetten je lichten maar aan. I don't give a fuck. Ik ben waar ik moet zijn. En dat is waar ik ben. Denk daar maar over na. Later. Nou, gaan we naar het feestje toe. En dit is leuk, want nu moet je undercover. Van, oh, ik ben James Bond. Ik ben een man met een pak aan. En ik chat met de vrouwtjes. Dat is best wel grappig. Tada. Nu begint het echte gebomter. Hier heb ik ooit een video voor gemaakt. Van de PC-versie, want het is zoals ik al zei, het eerste level redelijk hetzelfde is. Dus het is trouwens niet het eerste level, bedenk ik me opeens. Op de PC-versie wel. Zie je al meteen hoe anders ze zijn. Hint, de situatie bekijken voordat je ergens binnenstormt. Kijk, het leuke is, ontmoet undercover agent en hou je dekmantel. Kijk, je hebt de schoksleutel en de laser en de minicamera. Dit is een aansteker, een zippootje, maar het is ook een camera. Dan moet je mensen fotograferen. Maar je kan ook lekker trollen, zoals ik dan meestal doe in dit soort dingen. Ze moeten dus niet weten dat je James Bond bent. En wat ik dan doe, dan pak ik gewoon mijn schoksleutel of zo. Oh, missie mislukt. Dekking kwijt. Ja, dat doe ik dan gewoon de hele dag lang. Overspelen. Overspel. Fantastisch. Ik keur dit bij deze goed. Ja, dit is ongeveer de rest van de XSO gameplay gaat doen. Iedere keer mijn cover blowen. Gewoon wat kan. Schoksleutel. Oh, misschien met de laser wel. Zou dat pijn doen? Nee, kietelt. Maar. Ga mijn. Oh, hallo daar, jonge dame. Lopen door die laser heen. Het hoort echt heel veel pijn te doen en shit, hè. Bedenk dat eventjes. Hij lijkt nou wel op een... Ik kan waarschijnlijk wel vast lopen met die laser, zo. Weet je, ze denken... Oh, wow, het is wel grappig dat... In deze games en alle gadgets ook echt vermomd als dingen. Je hebt het horloge, je hebt op een gegeven moment een scheerapparaat, die is iets. Nou, als het goed is, moet je zo meteen namelijk foto's maken van alle vrouwtjes hier. En wat ik serieus iedere keer deed, als kind al... Oh, nu is het gewoon een Zippo, dat is wel grappig. Foto's maken van de borsten. Dit is toch fantastisch? Oh, ja. Lekker meisje. Oh ja, doe je handje weg. Doe je handje weg. Hoer. Hoer. Je kan ook echt letterlijk zo in ze gaan staan. Zo. Yeah. Look at that. Deze game is echt vet voor een jaar geleden gemaakt. Decolleteetje. Hallo. Hey, jonge dame. Oude vrouw. Hoe gaat het ermee? Hallo daar. Wie gates? Ziet er goed uit hoor. Ziet er wel een beetje oud uit. Maar dat... zo. Zo, de knetter, dat ziet er lekker uit, zeg. Goh. Nou, ik loop maar gewoon lekker verder. Doe maar even normaal. Hé, meneer. Schatje, mag ik je foto? Mag ik een foto van je kruis? Want ik ben niet homo. Wat? No homo. Oké. Okay. Hallo, iemand in om te feesten? Nee, hè? Dacht ik al. Eens even kijken. Hi. Hi. Hé, hey, hoe gaat het met jou dan? Oh, ik heb je foto van je borsten, doei. Er was iets hier. Je moest een bepaalde... Ik kan even kijken. Ik kan op het... doelen. Ontmoet een undercoveragent en haal je dekmantel op het feest. Er was een of andere manier dat je kon laten zien van... Hey, ik ben ook een undercoveragent. Wil je chillen? Oh, dit was een undercoveragent. Kan haast niet anders. I'm waiting for someone. Ik wacht op iemand. Ben ik het? Ja, ik moet een foto van je borsten maken. Dat is de code. Serieus, waar moet ik heen? Ik weet het niet. Laten we gewoon lekker verder lopen dan. Ah. Hallo daar, meneer. Wat een lekker kontje heb jij daar. Zou ik het erg vinden als ik even een foto maak? Meneer, rustig. Rustig. Meneer, alstublieft. Dat kontje. Zo'n kontje zie ik niet vaak. Gelukkig heb ik een foto om eraan terug te denken als ik me eenzaam voel. De trap. Hey, dit ziet eruit als een trap. Dit gaat goed. Dit gaat goed. Hey, mooie schilderijen.
Erg mooie kwaliteit ook. Ja, zo heb ik ze thuis ook altijd hangen. Zelfs Minecraft schilderij heb nog een betere kwaliteit, jong. Oké, soms kun je hier die meeting afluisteren. Ja. Super geheim. Hier is een of andere gast genaamd Drake en die moet even dood. Zie je, toch wel even naar die bosjes kijken, hè. James Bond doet het ook, hoor. Ik ben niet een vies peuk. Zo is James Bond zelf ook al. Dat is Drake. Hij is stom. Dat moet je weten van deze missie. Drake is stom. Kijk even naar die bosjes. Dat mag gewoon, hoor. Once again, my gratitude to all for making the journey here. And now, cocktails are waiting for you in the salon. Lekker cocktails, lekker hoor. Please, hostess, won't you die? Valt ik echt totaal niet op, weet je. Zij is dus undercover. Zij is een agent onder een koffer. Hartstikke handig. En wat moet ik nu doen dan? Ga naar de bibliotheek. Oké, dan. Klinkt als een uitdaging. Alleen zo meteen gaan van die bewakers gaan zeiken van... Hé, je mag hier helemaal niet heen. Kijk maar. Gaat zo meteen zekertjes gebeuren. Ja, wat nu dan? Is het niet van een geheime gang of zo? Ik kan me niets herinneren. Ik vind het niet handig in ieder geval. Mag ik hier echt niet heen? Echt niet? You better return to the party, sir. Oké, dan ga ik maar gewoon omhoog. Of wil je misschien de wraak van mijn schoksleutel voelen? Simpele burger. Oké, ga maar de andere kant op dan misschien. Misschien brengt mij dat meer succes. Ik kan gewoon hier... Nee, ik kan opeens niet meer springen. Oké, James Bond. Leuk dat je binnen niet meer kan springen, man. Toppie. Ik kan wel bukken. Dat is wel normaal, of niet dan? Maar springen? Oh maar. Nou, dat is wel een goede vraag. Hoe red ik mij uit deze kutsituatie? Ik kan het hele gebied in de fik zetten. Ik kan deze coole zonnebril opdoen. Dat vinden mensen wel baas van mij. Zo. Dan zou ik wel gewoon die kant op moeten gaan, weet je. Ik heb niet veel keus, vrees ik. Aha. Aha. Hey, gevonden. Dat was moeilijk. James. Intens. You're the deep cover agent? It's not as deep as it looks. Simulatie van hoe je zoent. Interrupt your debriefing 007. Zij is ook geheim agent, toch? Zal ik ook met haar zoenen of is dat niet, is dat niet leuk? Dominique Paradis, French Intelligence. Nou, dit is ongemakkelijk. James Bond had ook zoiets van, ja, wat moet ik nou? Two girls, one cup, denk. Precies. Ik ben verkouden. Laat me met rust. Skip die shit. Is dat de zin? Heb ik nu een wapen? En hier ligt een 007 symbooltje. Nou, dat was een moeilijke. Oké, dan. Hey, moederneukers. Ik ben de moederneukende James Bond. En ik pak jullie. Bij jullie kontjes. Oké, ik moet waarschijnlijk deze kant op. Want er staat in één keer geen bewaking meer. Dit gaat fantastisch, tot nu toe. So far, so good. Hey yo! Wat doe je nou? Die tekeningen zijn niet van jou. Had dat nou niet gedaan. Deze game met een gigantische auto-aim. Kijk maar, hoef je eens te mikken, joh. Oh, gekke koprol in de 100-rol. Oh. Ik gok dat hier ergens vast wel een geheime plek is voor zo'n bondlogootje of zo. Achter een deur of een muur of een wat dan ook. Maar ja, we gaan lekker verder. Zijn er ook bitches hier? Oh, daar! Ze staan boven aan de trap. Maak ze maar dood, maak ze maar dood. Er leeft er nog eentje. Waarom zou ik de moeite doen om dood te maken? Als hij mijn awesome aanschouwt, dan rent hij gewoon weg of iets dergelijks. Hey, hoppa. Goed, hey, dit zit eruit als een super geheime deur. Oh, daar is het eind. Oh man, ik wou nog meer lol beleven. Zo jammer soms, is de missie in één keer spontaan af en zo. Irritant man, niet leuk. Nou oké, dan, daar ga je dan. Daar sta je dan. Ik ben best moe. Wat? Ik deed één stap. Dankjewel voor deze interactieve cutscene. Oeh, lekker foto's maken. Here it is, Mr. Drake. The missile guidance module we stole from the Americans. Is het een bom? Meestal zijn er bommen in James Bond. Of heel veel geld. Wat stop je anders in een koffertje, hè? You've saved our technicians considerable time, Mayhew. Can we accelerate the other Nightfire elements as well? Nightfire elementen, oké. Waarschijnlijk is het een bom. Ja, hij wil waarschijnlijk de wereld vernietigen. Omdat, daar heeft hij zin in. Lockpicks and a 9mm? Hey, it's a tough neighborhood. If this security breach leads back to Japan, it's your head, Mayhew. Secure this in a safe way. Denzel niet zo blij is dat ze een meisje hebben gevonden met een wapen. Lock the castle down. Now. Nu! And take this woman to the cable car station. I don't want her interrogation to upset the guests.
Oké, okay. Knallen maar! Knallen met je ballen! Knal je ballen er maar af in het algemeen. Je hoeft niet eens te mikken, dat is toch wel fijn aan dit leven. Haal geleidingsschip uit de kluiskamer. Nou, dat klinkt als een missie voor mij. Is het een geheime route? Misschien wel. Oeh, gekkies. Hey mannen, what up? Yo, what up, gasten? Om de wijze woorden van de heer B. Allens te quoten. Yo, what up, gasten? Oh, ik heb alleen mijn vuisten nog maar. Ik ga even met de baan als je het niet erg vindt. Wee, yay, leuk. Hey, 007 momentje. Huh, wat? 007 momentje? Maar ik ben 007. Is dat dan niet gewoon een mijn momentje? Deutsche M9K. Oké, opgepikt. Opgepikt? Is het niet gewoon opgepakt? Wat is opgepikt voor woord? Dat is gewoon opgepakt voor losers. Opgepikt. Nou, in ieder geval, we gaan lekker hierheen. Jee, mijn leven zuigt iets minder. Kiekeboe. Oh, nog een keertje. Kaboe! Hahaha, idioten! Oh, maar ik heb geen wapens meer. Dankjewel. Eventjes het wolframmetje herladen hoor. Komt hij dan? Eén ben dood. En is dat een bommoment? Nee. Oh, wat jammer nou. Ik kan ook even hierheen. Misschien is hier nog een bommoment, weet je. Mijn hele leven is één lange zoektocht naar bommomenten. Ik vind het wel knap hoe ik over een van de eerste missies al 20 minuten doe, maar ja. Zoals ik al zei, een beetje aanlullen hier en daar. Waar moet je daar zelfs heen, of niet? Haal geleidingsschip uit de... Later moet je ergens hierin, namelijk. Dat was later in de game, volgens mij. Maar toch, het is wel leuk, dit. Hé, jongens. Wat jammer dat jullie dood zijn en zo. Oh, jammer nou. Vind ik echt matig. Ga ik al een beetje de goede kant op? Misschien. Maakt het me uit? Nee, dat is fijn, hè? Oh, je kan er niet heen. Oké, dat is jammer. Hé, boze boef. Ik gebruik echt... Weet je, jongens? Jullie wisten het misschien niet, maar raketwerpers zijn erg korte afstand. Nee, precies. Later moet je namelijk hierheen. Dan moet je sowieso een helikopter naar beneden halen. Nu heb ik rookgranaten. Waarom? Ik weet niet. Ik denk dat we gewoon ervoor zorgen dat die andere mensen heel veel rook in hun longen krijgen. En dat is natuurlijk heel ongezond. En dat is eigenlijk de strategie waar ik momenteel op speel. Ja, een aparte strategie dat wel, maar werkt. Gebruik dat rookgranaatje, Rick. Nee, ik wou het nog niet gebruiken. Nou... Op het controlepaneel met de actieknop. Oh, dat is wel erg uitdagend. Oh, het is een flitsgranaat trouwens. Oh, dan moet mijn laser. Dan moet je als goed is gewoon je laser erop gebruiken. Dit is ook hoe hacken werkt. Gewoon, maar gaan we kapot. Oké, wacht. Flitsgranaat voor deze mannen. Even wegkijken zelf. Ja, die zijn wel geflitst, ja. Gaan ze allemaal willekeurige kanten opschieten en zo. Zo werkt het als je geflitst bent. Lijkt me wel echt heel kut hoor, zo'n flitsgranaat. Daar wil je niet bij zijn. Oké, nou moeten we de kluis openmaken. En met mijn supercoole laser. Noem me James Bond. Want dat ben ik ook. Woo! Kijk mij gaan. Oh, kluisdeur op mijn bakkes. Oké, wat heb ik gevonden zojuist? Geen idee. Dat is vast super belangrijk. Ontstaan met Zoe in de kabelbaan. Waarom naar de kabelbaan gaan als je ook omhoog kan en daar mensen dood kan maken? Goeie vraag. Nou ja, maar dat moet van het spel. Hou je mond, Rick. Interessant. Wat is dat nou weer? Interessant. In ieder geval, we gaan weer naar de kabelbaan. Want ja, je moet toch een keer naar de kabelbaan gaan. Dat is toch een nummer? Dat is een nummer. Alleen kan niet op de titel komen, dat scheelt. Oké, we gaan naar de kabelbaan. Het scheelt dat iedereen hier al dood is. Dankjewel. Geen moeite, Rick, geen moeite. Laat ik alvast even je schouder. AT-420. AT-420 blaze it. Dit is echt letterlijk de 420. Dit wapen heeft gewoon 420 in zijn naam. Het is dat ik nu aan het opnemen ben. Anders had ik even een fotootje op je op Twitter gezet, hoor. Ja, waar is iedereen dan? Stel wat op mijn schieten, please. Jongens, ik moet dan zelf die ruitjes eruit schieten. Ik moet zo meteen namelijk dus gaan schieten met dat wapen. En als je door een van die gesloten ruitjes schiet, dan ga je dood. Weet je, dan ploft die kogel en zo. Oh, hij is het weer, de boze man. Even alle ruitjes inschieten dus, voor mijn eigen bestwil. Ik gooi mijn eigen glazen in, om het op een mooie manier te zeggen. Nou. Komt-ie. Hey, what up? Yo, what up, gasten? Is hij dood? Nee, hij leeft nog. Jammer. Wat jammer nou. La. Sterf. Boef. Sterf, zoals andere boeven sterven. Missie volbracht. Dank u wel. De volgende missies zullen waarschijnlijk iets korter zijn. Mag ik hopen. Dank u wel. Ik wil graag mijn ouders bedanken. Je hebt een zilveren medaille gewonnen. Dat is niet zo slecht. Dat is niet eens heel slecht van mijn doen. Nu gaan we doen... kettingreactie. Of eerst nachtdienst. Die is wel leuk. Nachtdienst is leuk.
Nachtdienst. Huh? Dit is als een leveltje dat ik echt vroeger als kindje niet durfde. Dat is een sneak level. Met een verdovingspistool. En je moet bewakingscamera's hacken. Dat vind ik altijd leuke levels. Dit is het level dat ik ervan net namelijk even gauw gespeeld had. Dus daarom... Ik kwam er niet zo heel ver trouwens. Pats. Je krijgt 15 slaappijltjes. En geloof me, die moet je goed bewaren. Want die ga je nodig hebben. Ik weet wel nog van net dat hier ergens zo'n bondlogo lag. Van, wee, yo, Rick, super mega hacker. Hoe doe je dat toch? Ja, zit in mijn bloed. Zit in mijn bloed. Ja, daar ligt hij. Yes, ik ben een echte bondman. Permeel. Oké dan, de eerste dooie is gevallen. Wat jammer nou, wat jammer nou. Ik kan met de lift. Ik kan ook met de trap. Zou ik met de trap gaan? Ik vind mezelf echt een trappenman, hè? Ja, trappenman. Maar hoe moet ik vooruit met de fiets? Ja, trappenman. Dat is ongeveer het niveau van de humor. Hé, hey, wat doe jij hier nou weer? Oh! Slaap lekker, prinses. Je hebt echt amper last van dat ze de lichamen vinden. Dat is wel fijn. Dat ze iedere keer elkaar slapende lichamen vinden. Hebben ze iets van, ja, we zitten over een slaapfeestje. I don't know. Oh, fuck. Ik schoot mis of niet? Nee, hij slaapt. Slaap lekker, schattenbout. Je moet wel iedere keer een kusgeluidje maken als iemand gaat slapen. Gewoon voor de epic. Als het goed is, lopen we nog een guard hier ergens rond. Dat is wel handig om even te weten voordat je af bent en zo. Nou, ik merk er weinig van in ieder geval. Dat is fijn. Daar loopt iets. Daar loopt iets. Een prinsesje in de nacht. Een nachtvlinder. Zat hier ook nog iemand? Yes, yes, yes. Slaap lekker. En daar loopt er nog eentje. Bij mijn blijf van mijn bondlogo af. Schurk. Slaap fucking lekker als je aan mijn bondlogo zit. Dat zijn mijn bondlogo's. Ik ben hier James Bond. Jij niet. Hier, slapen kreng. Dankjewel. Oké, ik denk dat ik ze allemaal wel eens een beetje heb. Even kijken. Ja, ligt een panzertje. Hartstikke mooi. Met de actieknop. Doel behaald. Zing. Als goed is heb ik nu een of andere lift geactiveerd. Ja, gaan we met de hoofdlift naar de kantoorverdieping. Dan wordt het moeilijker, want dan moet je, zijn allemaal laser traps gezet. En dan moet je iedere keer je bril gebruiken. En ben veel te lui om mijn bril te gebruiken. En dan loop ik iedere keer door laser traps heen. Ja, ik ging net dood door een laser trap voor de opname. Dan dacht ik van, nou, fuck it. Ik ga wel gewoon lekker beginnen met opnemen. Ik speel trouwens eerst een leveltje voor, omdat ik me afvroeg waar de facecam moet. Ik probeer de facecam altijd in de minst kutte hoek te zetten. Dat is wel mijn levensdoel hier als Banjo Towner, waar de facecam lekker in de hoek staat te bengelen. Ik zoek de minst kutte hoek uit. Ja, dat is eventjes voorbereiding, hè. Oké, dan. Don't forget that your glasses can detect hidden laser tripwires. Ja, dat bedoel ik dus. Mijn glasses can protect... Kijk, je moet je zien. Je moet deze hebben, ja. Deze kan de hidden laser tripwires heel goed detecten. Nou, echt waar, daar is hij wel voor me. Eens even kijken, is hier nog wat te doen? Eigenlijk blij dat hier gewoon de uitgang is. Yay, missie voltooid. Oh, oh, ik wist serieus niet dat dit hier was. Dit is best intens. Dit is pittig intens. Ja, pittig intens. Lopen hier een paar bewakertjes rond. Het probleem is nu als je nu dood mensen neerschiet. En ligt in de gang, is dat ook weer zo ongemakkelijk, hè? Nou, je kan het beste gewoon je laserpistooltje aanhouden. Cycle will complete in 3 minutes. Wat is dit nou weer? Tijd? Had ik net niet. What the actual neuk. Er horen ook ergens echt van die lasers te zijn, hoor. Ah, daar loopt hij wel, mannetje. Hallo? Goeiedag. Oh, spannend, spannend, hoor. In je lekkere kontje. In je lekkere kontje. Nou, jij weer. We moeten hier trouwens ergens een van de computers hacken met onze Q-spin. Even kijken naar mijn doelen. Zoek een beveiligingscentrum en open de buitendeur. Ja. Zorg voor de bewakers geen alarm zijn nog steeds een doel. Installeer de Q-worm op de computersystemen. Welke? Ik heb namelijk een Q-worm bij me. Kijk maar. Q-worm. Q-worm. Moet ik dat zo doen? Gewoon hoppa? Nee. Hij moet ergens op geïnstalleerd worden in ieder geval. Gewoon een pinpas. Ja, lekker sneaky. Als ik me nu oppak, heb ik alleen een heleboel wapens bij me. En een pinpas. Niet verdacht. Denken ze vast niet. Oh, hij is hier vast niet op de hack. Hij wil gewoon iedereen doodmaken. Voor de rest is hij hier gewoon voor de... Oh, dat is de computer die ik kan hacken eigenlijk ook nog. Kom, zien we die pinpas. Scheerapparaat. Nee, ik hoef mijn ballen niet te scheren momenteel. Dat komt zo meteen wel weer. Oh nee, terug Q-worm. Is dit hem? Cycle will complete in 2 minutes. Slotcode verkregen. 3761. Is dat ook ergens nog onthouden? Van, de slotcode is... hint. Open de deur met het toetsenpaneel om toegang te krijgen... Ja, ik heb de slotcode dan, toch? Heeft James Bond onthouden of moet ik dat zo meteen weer ophoesten? Want ik heb geen idee. Ik heb het niet dusdanig goed onthouden of zo. Dus even gaan mijn brilletje weer opdoen, want dan kan ik zien waar iedereen is en zo. Dat geeft me wel een goed gevoel.
Ze vangen is mijn opdracht, ze trainen is mijn doel. Het is nu echt de hoogste tijd om te laten zien dat ik klaar ben voor... Stop! Daar, boef! Jij bent hier de echte boef. Ik ben altijd heel erg bang dat ik misschiet, dus dan schiet ik al 20 kogels. Erg spastisch, alleen het probleem is dat je maar niet al te veel kogels hebt. If you know what I mean? Dus ja, ik ben nogal snel in mijn kogels heen in dit soort levels. En dan ben ik af en zo. Ja. Yeah. Oké, ziet hij van die voetstapjes? Dat is best handig. Oh, hij is aan het dooien, joh. Gek. Hoe komt die daar nou weer? Dat heb ik niet gedaan in ieder geval. Is het vooral met waarom zie ik iedere keer die bewakingslichten? Die horen hier toch echt ergens te zijn, hoor. Hallo? Oh, hij is weer in het dooien. Ik open iedere keer dezelfde kamers. Dat is ongeveer het probleem waar we nu mee zitten. Hé, een kantine. Ja, wat is in one... What? One minute? Ik moet een beetje opschieten, volgens mij. Oh, nee. Dat ziet er niet goed uit. Ik moet er langs. Hoe moet ik hier langs? Oh, ik loop nu wel zo. Hoppa. Goed gedaan, Rick. Ik ben een held. Nou ja, held zou ik het ook niet noemen. Oh, hey, deze. Kom maar op met die Q-worm. Tada, doel behaald. Pats. Hier, CD. Is dat alles? Zo, uitdagend. Uitdagend. Super uitdagend. Ik ga maar deze kant op met mijn Krasnikov. Kan ik gewoon verder lopen? Ja, mooi, gezellig, leuk. Gaat de wereld nog kapot over enkele minuten of dat niet? Mooi. Nergens last van, Rick. Nou, dat is fijn om te horen. Bond, there are security cameras on this floor too. Circle will complete if you see one, be careful not to cross its range-finding beam. Wat? Ik haat security cameras. Kijk, die turrets die uit de muur komen. Die kun je er wat tegen doen. Dan kun je gewoon wegrennen. En dan heeft niet iemand zoiets van, nee, de turret ging af. Misschien is er iemand in de buurt of zo. Dit is geen zuivere koffie. Kijk, dit is kut. Dan moet je overheen springen, denk ik. Dat is mijn theorie. Hier is de kantine weer. Oké, hoe gaan we dit doen? Ik ben bang. Ik ben echt heel bang voor dit soort dingen. Ik leef nog. Toppie. En daar is er nog eentje. Oké, dan. Ik begin de spanning te voelen. Ik negeer gewoon totaal die voorleesstem van die vrouw die zegt van, oh, de wereld gaat kapot. Oh, stop. Sorry. Al mijn kogels zijn in één keer op. Ik schrok helemaal. Ik schoot 3 pijltjes op me leeg. Sorry. Ik hoop, zo meteen ging het echt. Ik zei ook nog, je gaat in de knel komen met die pijltjes, Rick. Ah, ik was iets van, nou joh, zien we dan wel weer. En dat zien we ook dan wel weer. Oh, kijk. Dat is niet waar ik voor betaal, jongens. Yes. Ik heb weer een van de magische valstrikken ontweken. Zijn er nog meer valstrikken hier? Zou je haast niet zeggen. Hier was al die ene plek waar dat itempje lag. Ja, we zijn nu gewoon een rondje aan het lopen, eigenlijk. Waar moet ik nu heen dan? Ik heb een code voor een bepaalde deur. Is het... Voor mij heb ik iets geactiveerd. Volgens mij ook, ja. Oké, het is alweer weg. Mooi. Waar moet ik heen dan? Waar moet ik heen dan? Moet ik gewoon weer weg met de lift? Je hebt me nooit, hè? Nee, dat lijkt er niet op. Oké. Hey, waar ga je heen? Ja, hij moest wel dood. Ik had geen kogels meer. Ik had geen kogels meer. Dat is matig. Dat is matig. Dan ging ook voor mij weg beneden. Dit is ongeveer de reden waarom ik dit level niet leuk vond als kind. Ik ben gewoon te spastisch hiervoor. Nou, oké. Duidelijk. Nou, het valt mee. We gaan nog één keertje proberen. Don't forget that your glasses can detect hidden laser tripwires. Hidden laser tripwires. Oké, wacht. Die man even pakken. Het is ook eens iets van waarom wordt dat andere wapen überhaupt bij me? Dat is een van de eerste vragen die me te binnenkomt. Oké, dan. Zet deze modus maar weer aan. De sneaky oude man modus. Waar? Huh? Ik help wel. Oh, wacht daar. Oh, ik heb hem. Target neutralized. Als ze dat zo mooi zeggen. Ik weet niet wie er allemaal binnen aan het sneaken was, jongens. Maar ik heb het opgelost hoor. Geen probleem. Mag ik wel nog langs? Beetje ongemakkelijk zo hoor. Beetje egoïstisch ook. Ah, ik ga lekker dood in de deuropening liggen. Ja, wat dan? Net was mijn tijd al lang op. En toen deed ik gewoon nog gezellig tegen me. Pff, hoer. dan ben je wel een hoer hoor. Ja, precies. Deze keer ben ik ietsje sneller, of niet dan? Ik ben een snelle leerling. Even mijn ballen scheren. Ah, die grap maak ik gewoon nog een keer. Weet je, waarom zou ik het niet doen? Zo'n goede grap. En hij verdient 2 keer gemaakt te worden. Hier, ik loop heel ver weg en dan stop ik er zo die cd erin. Dus magie dit. It's a kind of magic. We moeten wel die ene code trouwens nog zien te vinden. Kan je dat eigenlijk bij iedere pc gewoon doen? Gewoon even die Q-worm de laatst langzaam een scheerapparaat. Wat doet die ding eigenlijk? Huh? Dat is vet cool. Ik zie geen ene flikker. Ik zie echt helemaal niks. Oké, dus blijkbaar is het scheerapparaat.
Ben ik hem ook gewoon kwijt? Is het eenmalig? Ja, scheerapparaat is dus een flashbom. Oké. Wel grappig. Ja, die security camera's van mij, die ene die we net zagen, dat lichtje. Die andere dingen zijn tripwires, maar die ene lampen die je zo kan zien zijn de security camera's. Ja, zoals daar, ja. Ik ben echt veel te snel verdwaald voor dit soort bullshit. Even waar ben ik hier nog niet geweest? Waarschijnlijk moet ik hier ook heen dan. Ah, hier is het slot. Oké, dan. Nou, we komen er wel langzaam een beetje bij beetje uit. Oeh, een supergeheime kast met supergeheime voorwerpen. Kan misschien jou hacken? Zou je het erg vinden als ik jou even zou hacken, meneer? Of niet? Oh, wat? Wacht. Kan ik gewoon mijn decodeerapparaat hierop gebruiken? Ja, joh! 8. 2. 1. 9. Oké, duidelijk. Is dat goed? Dat gaan we nu zien. 8. 2. 1. Oh, zijn er nog meer getallen? Dat zou je er niet bij gezegd. 1. 1. 5. 6. Cycle will complete in 1 minute. 1, 1, 5, 6. Wat moet ik hier nou weer mee? Staat er echt 4 dingetjes? Ja, oké. Wat heb ik aan jouw decodeerapparaat? Moet je hem niet gewoon misschien moet ik hem ingedrukt houden? Ja, dit lijkt er meer op. Ik toets iedere keer. Oh, de deur is open. Ik dacht al, ik had helemaal niet opgelet wat de code nou was. Gelukkig heb ik nog een paar puitjes voor mijn sleep gun deze keer. Oh, daar gaat wel op de rentje hoor. Pipo de clown en mama Lou. Ga maar lekker dutten, jij slapeloze man. Het is al nacht en je draait nachtdienst. Maar dat betekent niet dat je niet mag slapen. Slaap is voor iedereen, zelfs voor de mensen die voor een kwade organisatie werken. Dus ga maar lekker naar je bedje toe. Het is je gegund, man. Peace out. Daar mag ik niet heen. Oh, zag die. Wat gebeurde met die deur? Ik ben bang. Oké, kom op dan. Kom dan. Oh, kut. Oh, ik schop mis. Oké, die was raak. Wat voor lasersysteem is nou actief? Ik kan er niet tegen. De stress. Oké, dan. Ik leef nog. Dat gaat goed. Even mijn brilletje op. Oeh, dat ziet eruit als een gevaarlijke laser. Gelukkig ging ik andersom, anders had ik sowieso die bril niet in mijn bakjes gedaan. Jullie weten hoeveel ik moeite haat. Het concept moeite. Daar kan je niet heen, dat is fijn. Lekker lineair, je kan maar één kant op. Oh, wel even springen. Springen voor je leven, Rick. Huh? Cool, ik leef. Top. Mensen zeggen waarom ik het gevoel dat ik iemand met afga. Pats! Niet door de laser lopen, Adriaantje. Dat was een... Oeh, even hacken die shit. Jongens, noem mij hacker. Even hacken hoor, even hacken. Ta-da-da-da, ik ben een super hacker. Zo, deurtje open. Zijn er ook nog kleine meisjes hier? Nee, dat niet. Oh, jammer. Oké, dan ga ik maar weer weg. Dan ga ik maar weer. Moet ik hier nog iets doen ofzo? Met de actieknop. Aha. Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Aha, nice. Oké, dan. Zoek de deur naar het balkon. Zoek hem lekker zelf. Oké, daar ben ik nog niet geweest, denk ik. Ja, ik denk dat daar kwam ik vandaan. Daar heb ik die gast net doodgemaakt. Hartstikke grappig was dat. Ho! Niet leuk. Stop. Ah, gaan nu een rondje. Goed zo. Ik ben hier. Ik ben ergens. Oké. Open de deur met de actieknop. Wajo! Ik heb het gehaald. Applaus voor jezelf, Rick. Applaus voor jezelf. Dank u wel. Gebruik je decodeerapparaat. Heb ik zeker gedaan. Oh man. Ik ben even gelukkig dat het me gelukt is. En er is meer. Er is meer waar dat vandaan komt. Oh, het duurde ook maar een seconde. Een secondetje meer, een secondetje minder. En hierna komt het leuke level kettingreactie. Wat een level is over sniper. Lekker een sniper leveltje. Maar ik had wel de toffe levels. Je had een beetje een sneak level zoals dit. Met echt sneak. En nu komt echt een sniper level sneak. Als je moet van gebouwen, moet je een beetje guards raken en zo. Vind ik ook wel leuk. En ja, dan heb je toch al alles gezien. Een beetje het level. Eigenlijk waren alle drie de levels sneak levels. Misschien doe ik er nog eentje extra, dat weet je niet. Wat? Doelen? Hint. De deur van de kamer is makkelijk, maar moeilijk te openen. Gelukkig heb je de sleutel al. Dankjewel voor de tip. Maar waar moet ik heen? Waarom begin ik op het dak? Moet ik gewoon weer terug? Ik heb geen idee. Sta je nou voor de grap gewoon op het dak? Of moet ik gewoon weer terug? Waarom moet ik gewoon weer terug namelijk? Nee, dat moet niet. Oké, tof. Tof, hé, leuk. Tof dat je hem op het dak gooit zonder enige uitleg. Van hé, doe even wat leuks. Nou, daar kan je echt niet heen. Nou, je 3 dubbel checkt. Oh, hé, je moet die lift gebruiken. I get it. Ik zou die lift eerst niet voorbij komen, joh.
Misschien zag ik hem één keer naar beneden gaan en zei van yeah, right. Duurt lang. Terwijl ik aan het wachten ben op de lift, ben ik al lang al 3 keer overleden aan saaiheid. Kom dan met die lift. Koop die chips dan. Grapje. Ik heb nu het gevoel dat ik geplet word door die lift en sterf. Hey lift. Yay! Oh, hij stopt ook gewoon hier. Hoe makkelijk wil je het hebben? Redelijk makkelijk. Laat ik nu gewoon even mijn laatste 3 pijltjes opmaken. Voor extra toegevoegde moeilijkheidsgraad. Nou ja, gewaar, zo werkt dat namelijk. Zijn er ook nog boeven hier? Waarschijnlijk kun je wel afstappen op een van die randen voor een bont momentje. Dat ik echt totaal niet nodig heb momenteel. Oh, hier moet ik heen. Wacht, laser. Oh. Huh? Nee, wacht. Ik wil erin. Dankjewel. Ik heb dus bewust een bommoment overgeslagen. Normaal is het geen keuze voor mij. Deze keer deed ik het super mega bewust. Woo! Ik ben James Bond! I'm on fire! Wel een beetje jammer dat ik geen extra pijltjes krijg van die bitch in die helikopter. Oké, nou begint die shit intens te worden hoor. Nou begint die poep intens te worden. Echt waar, ik meen het. Oh, hallo daar, veiligheidscamera. Hoe gaat het met jou dan? Ja, lekker. Bommoment! Ja hoor, hij pakt ze weer. Lekker dan. Blue screen of death, alleen dan zonder het of death. Gewoon een blue screen. Is die camera weer toch? Yes. Yes. Oké, okay, daar is een waterpompje. Of een atoombom, een van de twee. Hé, hey, daar is een moeilijke deur. Is dat hem gewoon? Deur open. Moeilijk! Oeh, waar ben ik? Wat doe ik? Wat ben ik aan het doen? Wat is dit? Haal de Nightfire bestanden op van de... Oké, dan. Nou, ik sta ernaast. Mag ik ze hebben? Of... Hey Rick, alles goed? Ja, chill. Even een YouTube video uploaden hier. Ik wou net zeggen, wat is dit nou weer? Oh, allemaal... Moet ik wegrennen of zo? Wat is het doel? Even kijken. Installeer de Q-ring op het computersysteem van Mayhew. Pas op voor wat je niet met het blote oog kunt zien. Oh, er zijn natuurlijk allemaal van die... Er zijn allemaal van die lasertjes binnen. Ja, dat was ik, kan ik niet weten. Ik bedoel, ik ben al binnen geweest. Zet in ieder geval het alarm aan, zelfs sukkels. Oh, nou oké. Okay. Dat is onbeschaafd. Hoe lang duurt het voordat die dingen weggaan? Want ik wil wel graag weer naar binnen eigenlijk. Oké, okay, tof. Dan ga ik maar gewoon even die Q-spinner. Q-worm kan ook vanaf hier of zo. Kan ik ook pinnen? Dat is een kutgrap, of niet? Kan ik ook pinnen? Waarschuwing, niet alle doelen zijn behaald. Ik doe mijn best! Even pinnen! Kan niet eens! Wat een kutpinautomaat! Kan niet eens pinnen! 2 middelvingers voor deze game. Kan niet eens pinnen, man. Ik ga dan maar gewoon beginnen met het laatste leveltje. Of één laatste leveltje, anders schieten we niet op. Het spijt me in het algemeen dat ik zo sloom ben in deze game. Maar ik geniet ervan. En ik ben een langzame genieter. Net zoals een avondeten, daar ben ik ook een tijd heel langzaam in. Bleh. Brand bij Phoenix. Ontsnap uit Kiko's van. Kom levend uit de wolken krabben. Ja, of gewoon zeg maar dan persoonlijk gewoon niet. Oké, okay, we gaan deze. We've decrypted the Nightfire files. Spannend. They contain rather troubling data concerning a shutdown nuclear power plant not far from Tokyo. Leuk! Nucleaire kerncentrale. Dat is best wel dubbel. Kerncentrale waar ze stroom mee opwekken. Even is mijn mening. Nucleaire stroom is de motherfucking toekomst. Dat wou ik even kwijt. Ik lees overal in bladen van de zonne-energie. Dit. Fuck off! Ik haat dat zo dat mensen doen van... Er zijn echt 2 kernrampen gebeurd. In landen waar gewoon de veiligheidsstandaarden duidelijk niet ontmoet zijn. En dan ga je bitchen daarover. Nee, zo werkt het niet. Als je gewoon in Nederland een paar kerncentrales neerzet... Dan kun je makkelijk Nederland van zijn hele energie voorzien met 2 of 3 kerncentrales. En dat is hartstikke veilig. Chernobyl gebeurde namelijk omdat ze dachten, hey, we gaan even experimenteren. Wat als we dit doen? Oh, kut! Alles kapot. Zo ging het ongeveer bij Chernobyl. En bij Fukushima was het gewoon omdat de standaarden niet ontmoet waren. Nou, oké. Okay. Dit is wel echt een leuk leveltje trouwens. Je kan deze gang nemen, maar die is al voor je opengemaakt. Dus dan weet je dat het een loser gang is. En zoals ik al zei, dit is een sniper leveltje. Ik vind het persoonlijk een heel leuk level, kan ik me herinneren. Ik weet niet of ik al mensen kan zien om neer te snipen, anders dan kom ik vanzelf wel. Zoals mijn oma zou zeggen, alles op zijn tijd. Nou, we gaan lekker deze kant op. Jolee, jolee. Oeh, een bommoment, zie je? Die andere weg is voor losers, ik zei het jullie nog. Oké, we zijn ondertussen al lekker binnen. Fotograferen prototype van de jetpack. Oké, daar zit al een mannetje. Ik ben alleen bang dat als ik hem... Zal ik hem schoksleutelen? Wat zou het überhaupt met hem doen? Gaat hij dan knock-out?
Ben ik al ontdekt ofzo, of dat niet? Nee. Oké, okay, wacht. Jongens, aan de kant. Ik wil gewoon even wapens, oké? Okay? Hier, snipergebiedje. Nee. Ik zei dat het sneak level was. Nou, het is grotendeels sneak, maar je kan ook gewoon gevonden worden, weet je. Niemand die je wat boeit. Niemand die je wat boeit. Er zijn daar allemaal mannen met stralingspakken en James Bond als iets van, huh? Straling. Wat is dat nou weer? Ga je er niet dood van ofzo? Nee joh, James. Het goed met je. Oh, hallo. Gekke mannen met pakken aan. Hier is trouwens het gekke jetpack ding waar we foto's van moeten maken. Ik vraag me niet waarom. James Bond is gewoon erg groot fan van jetpacks. Dat is gewoon mijn theorie. Jongens, even niet meer schieten. Even een fotootje maken. Ja, nee. Het is geen tijd om een peukje te roken, Bond. We moeten foto's hebben. Dankjewel. Toppie. Yes. Waar zijn die mensen dan? Kan dat kapot? Kan dat kapot? Hallo? Nee. Ah, verdorie. Wat nu dan? Wat moet ik nu doen met mijn leven? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Wat moet ik doen met mijn leven? Dat is een muur. Dat is geen muur. Great success. Oké, okay, wat zei je? Ja, nou wordt het kut. Waarom? Snipers. Je kon het misschien al merken aan die pof. Die doffe gedreun die je net hoorde. Er zijn niet ergens snipers actief. Ik weet niet waar. Kut. Oh, daar zit er eentje, of niet? Ja, hè? Hey, boef. Oké, okay, nou, we zijn in ieder geval bij het sniper gedeelte gekomen van het sniper level, wat best logisch is. Ja, het is gewoon een leveltje waar je heel goed moet kijken, anders ben je dood. Hey, grappig kaartje. Zit er nog iemand in, of dat niet? Nee. Kan ik er niet opklimmen of zo? Dat zou zo cool zijn. Mag ik alsjeblieft in het karretje, please. Mag ik alsjeblieft in het karretje? Ik hoor trouwens allemaal mensen op beschieten met snipers, maar dat boeit me ook echt helemaal niks, weet je. Ik ben de koning van het internet. Achter de hangar. Ja, dat is daar zo. Even mijn snipergeweer pakken. Pakken. Oh, daar. Hallo, jongens. Waar zijn jullie? Nee, serieus, ik kan je toch niet neerschieten als jullie niet eens zeggen waar jullie zijn. Kom op, even niet zo kinderachtig. Hallo? Nou, als je me ziet, zeg even waar je bent dan. Ik vind het lullig hoor, een beetje wel mij zien. What the fuck? Oh, kom op, oh, daar! Hey, vriend. Pats. Ik no-scope je wel hoor. Dat is geen no problem. Oh, oeps. Allemaal explosie, ik ben dood. Hoe kan dit nou weer? Huh? Dat was trouwens sarcastisch, ik ben best wel... Pittig veel sniperschoten hebben me geraakt, terwijl ik niet veel deed. Ja, dat is wel grappig. Ja, deze XO gameplays hebben niet echt in het daglicht als de beste James Bond Nightfire speler. Geloof me, ik ben een baas in de multiplayer. Ik weet dat jullie me niet geloven, maar geloof me even, oké? Okay? Tof. Tof om te hearn. Oké, okay, nou, gebruiken we weer de supergeheime ingang natuurlijk. Misschien moeten we nu even laten zien hoe het is om de loser ingang te nemen. Dat je ook weer weet van, ja... Weet je, het gaat niet met iedereen in deze wereld even goed. Er is ook gewoon een ingang voor losers. Oké, okay, daar gaan we dan. Oh, ik ben een loser. Zo voel je dat. Je komt gewoon binnen met zo'n gevoel van, ah, ik ben een loser. Meteen gespot ook. Ik wou gewoon even no-scope met de sniper. Waarom ben ik nooit serieus met dit soort games? Ik pak mijn sniper. Ja, je staat in een room met een stuk of 10 mensen die op me schieten. Even mijn sniper pakken voor. Waarom dan? Ja, no-scopen. Ja, dat is ongeveer hoe ik ben, weet je. Het is gewoon mijn DNA. Daar kun je niks in doen. Zo ben ik geboren. I was born this way. Born this way. La 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 la. I'm on the right track, baby. I was born this way. Even een foto maken van dit coole ding voor mijn fotoverzameling. La 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 la. I'm on the right track, baby. I was born this way. La 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 la. Born this way. La 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 la. Born this way. Daar zit die gekke man weer. Hey, kut, ik ben nu weer vergeten waar die ene sniper zat van het begin. Je kan in ieder geval redelijk deze kant op lopen. Even kijken wat daar te doen is. Een super geheime alternatieve route waar een James Bond logo ligt natuurlijk. Misschien. Zou kunnen. Oh, hey, iemand. Ho! Zou ik even niet doen als ik jou was. Staat er nog iemand of niet? Ja, kijk eens aan. Nee, 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 nee. Het shot. Oh, oh. Het weet je, gewoon een sniperkogel maakt je ook al dood. Maar ik ging er even voor die headshot. Just because. Hey, daar zit er nog eentje. Hey, grappenmaker. Hoe gaat het met jou? Alles lekker met de familie? Of gaat het wat minder? Omdat je dood bent. En ze dat jammer vinden. Oké, okay, wie nu dan? Welke haat? Oh, daar! Met z'n tweeën nog wel. Gekkies. Gekke gekkies. Ik heb jullie te pakken. Daar zou nog iemand staan of zo. Toch? Niet eens. Dit is schokkend.
Dit ervaar ik als schokkend. Wat is dat nou weer? Een of andere ventilator. Ja, dacht ik al. Dat dacht ik al. Neem maar niet dat ik een sukkel ben. Dat dacht ik al hoor. Eens even kijken. Kan ik hier op? Ja. Oeh, ik zit op het karretje. Hé, hey, grijphaak. Wat waar? Ik heb het gevoel dat hier ergens een grijphaak zit. Is dat daarboven? Ja, cool. Kijk mij. Ik ben super cool. Kijk mij. Ik val dood. Ja, dat is net waar je over na, waar hoe je erover denkt, hè. Super cool, dood. Hallo? Moet het dan serieus vanaf dit dingetje, anders kun je gewoon niet grijphaken of zo. En ja, wat is het doel van daar naartoe grijphaken? Dat is nog wel een betere vraag misschien. Ja, precies. Mensen kunnen nog wel oplopen of zo, weet je wel. Dat zit nog een logica in. We gaan even extra mensen zoeken om dood te schieten. Waarom? Omdat hobby's. Dat zijn de dingen die ik doe in het weekend. Oh, iemand heeft mij gevonden, dat is minder. Vooral wat je echt nooit weet waar vandaan komt. Oh, daar loopt er eentje. Beetje lopen koprollen en zo. Pat! Doei! Check je later, hater. Hehehe. Het is natuurlijk heel frustrerend als je het kijkers kijkt en je weet al langer waar ze allemaal zitten. En dan denk je, ja, Rick, je bent een sukkel. Is je dat al eens een keer verteld bij je geboorte of niet? Nou, bij deze. Nou, even lekker zo doen, even lekker klimmie doen. Even lekker klimmie. Oh, ik ben niet eens bond, ik heb zulke zwakke armpjes. Ik kan dit maar een uur lang doen, anders val ik. Oh, jeetje toch. Hé, hey, even niet. Doe even niet. Dankjewel. Even kijken. Veiligheid boven alles. Ik doe dat een beetje van, oh, als ze me vanaf hier kunnen zien, waar moeten ze dan ongeveer staan, weet je? Dat spelletje speel ik een beetje. Ik ben wel benieuwd. Waar staan jullie, motherfuckers? Weet je, ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Een beetje dat motto. Nog steeds ik dan dat karretje blijft rijden. Dat is ook gewoon al een van de levensvragen die ik heb. Even kijken, hier overheen klimmen zo. Woehoe, spannend. Dus waar is hij? Oh, daar staat... Dat is gewoon een toren. Wat? Ik ben helemaal de draad kwijt. La-di-da-di-da. Waarschijnlijk staan ze gewoon op de begane grond, weet je. Waarom zou ik daar nou weer gaan kijken? Oh, je hebt die ene man daar, toch? Nee. Wat waar? Oké, boeit me niks. Ik ben er zojuist achter gekomen. Wereldnieuws. Het boeit me niks. Nou, dan houden we daar maar op. Nieuw levensmotto. I don't give a fuck. It gaf. Dat is het toch? I don't give a... Ja, it gaf. I don't give a fuck. Yay. Ik ben op plaatsen. Hey, dit komt me bekend voor of niet dan? Nee, dit is anders. Wat is eigenlijk mijn doel momenteel? Ga weg, via gebouw TR2. Zal dit het zijn? No-scoped! Je moeder is een... Oh, hij leeft nog. Dat is minder. Oh, waar staat hij nou, hè? Die gekke boef. Oh! Ik heb hier mijn normale wapens pakken voordat ik doodga. Hey, dat is een strategie, Rick. Is het namelijk ook. Wat is de strategie? Wat is het plan? Ja, even mijn wapens pakken voordat ik doodga. Oké, dan. Daar staat er nog eentje, zo'n gemene boef. Met zo'n gek pakje aan. Hey, kan dat kapot daar, dat naast je, weet je wel. Hey, gast daar, die daar staat. Ja, kan dat naast je dan zijn maar kapot? Dat zou wel cool zijn. Zijn er nog meer gemene boeven in de zaal? Want die lust ik rauw. Al waren net een kropsla. Oké, dan een trapje naar beneden, denk je. Jazeker. Jazeker, de hypotheker. Dit is geen deur. Of wel dan? Nee, dat is geen... Ik heb het gecheckt. Geen deur. Oh, een Bond momentje. Een momentje voor de enige echte James Bond. Wat moet ik doen dan? Wat wil je dat ik doe dan? Ik denk dat ik weg moet via die kant. Er is zo'n exitbordje daar. Ongeveer. Het is het misschien niet helemaal, maar het lijkt er ongeveer op. Daar kan ik ermee doen. Hallo? Oh, kijk, ik kan daar overheen lopen. En dan, oh, wayo, supergeheime wegen. Supergeheime missie om de supergeheime wereld te redden van een supergeheime organisatie die allemaal supergeheime dingen doet. Maar dat kan ik jullie natuurlijk niet vertellen, want dat is allemaal supergeheim. Ik heb het gevoel dat ik daar ergens heen moet grijphaken. Maar er is hier ergens zo... Oh, kijk eens aan, daar zo. Even een panzertje pakken. Een supergeheim panzertje om precies te zijn. That is. Oké, dan. Panzer gevonden, ja, gern. Nou is nog steeds de vraag. Ik denk dat je echt aan de overkant moet zijn van dit hele gebeuren. Weet je al, daar en zo. Ja, even vallen. Oh, doet geen pijn, joh. Ik ben een man van staal. I am Cont. James Cont. Deze sprong ga je niet redden, dat is niet handig. Ja, je moet weg via dit gebouw, dat zei de game. En waarom zou de game tegen jou liggen? Ja, tegen mij begrijp ik, maar tegen jou kijken, waarom zou je dat dan weer doen? Ik denk dat zij via die rare balk moeten lopen, of misschien via dit moeten klimmen of zo. Hallo? Ja, dat lukt me wel. Ik kan wel via deze balk. Ik liep er namelijk net al overheen. Toen werd ik in één keer afgeleid door iets triviaals. Ik was net een heel druk verhaal aan het vertellen over de geheime dingen die geheim zijn. En toen werd ik onderbroken. Dat vond ik niet fijn. Oké, dan.
Dat ziet eruit als een uitgang. Mag ik nu het level halen dan, zeg maar, ongeveer? Is dit het? Is dit het? Want dan zou dit een redelijk kort leveltje zijn, of niet dan? Precies. Nee, serieus, wat is nou voor kort level dan? Onderzoekgebouw ST3. Oh. Oh. Ja, maar door je. Hehehe, hoe kan dat dan weer? Hij is aan het slapen, of niet? Oh nee, een boze man. Die kan ik er niet bij hebben, allemaal boze mannen met wapens. Jongens, stop even met boos zijn. Dat is maar grappie. Wacht, kijk, dit is leuk. Voor mij hebben ze hem nog niet gezien namelijk, dat is spannend. Oh, laat je nou je wapen vallen, joh, gekkie. Oh, nou hebben ze me wel gezien, of niet dan? Even een schotje door je heen. Zijn er nog meer gemene boeven, of niet dan? Even kijken. Sowieso een panzertje, dat is wel fijn. Even lekker bukken. Word je niet zo snel geschoten en zo, dat is ook wel fijn. Even zoeken. Zoeken. In alle gaten en in hoeken. En serieus, ik vind het altijd erg moeilijk, hoor. Mensen zoeken die op me schieten. Zou iedereen die op me schiet momenteel zich even kunnen melden? Dan kunnen we, zeg maar, een fanclub beginnen en één keer per jaar gebakken eten met z'n allen. Zou dus fijn zijn. Behalve als jullie allemaal dood zijn in de tussentijd. Of ik. Moeten jullie me schieten in ieder geval, weet je. Dat gaat de club in ieder geval niet bevorderen. Het komt daar vandaan. Oh, daar. Ik heb hem. Tikkie, jij bent hem. De dooie. Ik heb het gevoel dat daar ook iets is, maar er staat niks. Ja, wat moet je dan? Je gevoel versus wat je ziet. Wat moet je dan? Hey, cool, je kan trouwens daarheen klimmen en dan kun je daarheen klimmen. Dat ga ik doen. Vraag me niet waarom. Ik ben trouwens bijna dood. Ik ga ieder moment dood. Want ik heb geen idee waar die andere vent zit en hij is op me aan het schieten. Ja, logisch gezien zou je zeggen, hij zit daar ergens. Logisch gezien zou je zeggen, nog één schot en ik ben dood. Wat zit hij daar? Zit hij daar op het dak? Ja, hé, hey, kun je niet even zeggen waar ik zit dan? Nou, we bedoelen waar jij zit. Beetje oneerlijk dit ook. Hè? Het is moeilijk hoor, snipey doen. Ik denk dat je eerst een beetje moet scouten, weet je. Zodra het eerst een schot los, dan gaan ze allemaal op je schieten. Dus dan gaan eerst een beetje scouten van, hé, hey, ik zat daar een hoofdje bewegen. Ik zweer het je. Ik begin gek te worden. Maar ik zag wel bewegen. Ik ga toch iemand met dood, waarom probeer ik het nog? Wah, tra, I'm gonna die. Is dat hem? Nee, toch. Dat is een paaltje. Die ene vent is me kwijt, denk ik. Er is al een tijdje niet in me geschoten. Of hij vindt het zielig, of ik ben hem kwijt. Eén van de twee. Wat heb je liever? Lekker klimmen. Oké, waar zit je dan, lul? Lul. Drop, lul. Ik vind ook een beetje zo wat daar vandaan komt. Ik heb geen idee. Ik weet het niet. Ik wil niet als een lul op internet staan. Zeg alsjeblieft waar je bent, man. Niet tof dit. Stop! Ik word hier zenuwachtig van. Nu moet ik opnieuw beginnen. Maak me maar dood. Maak me maar dood, weet je. I don't give a fuck. It's gaff. Nou, nu schieten er twee mensen op me. Dat is veel. Twee is veel. Kun je nog steeds hem schieten vanaf hier? Oh, wat de... Hey! Ik heb jullie gevonden, zijn je klootzakken. Stonden ze hier, hoor. Oh. Nou, ik ben in ieder geval blij dat ik nog leef. Dat is iets positiefs. Dat is gewoon een gek trucje. Daar is niks mis mee. Ja, je kan dus via al die torens kun je ergens heen. Alternatieve route en shit. Als je daar zin in hebt. Stiekem heb ik daar best wel zin in. Maar ik heb ook zin in het niet doodgaan. Wat? Hij is bij de deur. Hoe weet jij dat nou weer? Zit je daar met de gluren ofzo? Viespeuk. Echt niet tof dit. Het is niet eens een deur. Het is gewoon een muur. Maar die dan open en dicht kan. Heb je zo wel eens over deuren nagedacht, kijker? Als een muur die open en dicht kan. Ik zie ze trouwens staan daar. Dat is fijn. Ik weet in ieder geval waar die pikjes zijn. Ik weet nog steeds niet of daar nou mensen zitten. Ik bedoel, het is een hele grote raam. En er moeten daar zo mensen zitten. Wat de... Wie? Hoe? Daar? Nee. Daar? Nee. Ergens? Waarschijnlijk. Ik ben helemaal gek. En daar staan ze aan ladder. Je kunt er nooit bij komen, joh, gekkie. Oh, dan moet je via die en dan zo op de ladder. Oké, okay, ja. Ik snap ongeveer hoe jullie klimmen. Dit is hoe ik klim. Oké, dus we die gasten doodmaken die daar staan. Maar waarschijnlijk ook al in mijn rug geschoten iemand anders dan. Oh, man. Oké, nog één keer. Nog één keer. Ik wil bewijzen dat ik wat kan. Iedereen lacht zich kapot en denkt, Rick kan niks. Is ook wel een beetje waar. Ik heb zeker gefaald deze aflevering. Ik ga sowieso nog een afleveringetje multiplayer doen. Daar heb ik echt de skills in. Vooral tegen andere spelers. Maar dat gaat wel moeilijker voor een XSO gameplay.
Want dan zijn mijn vrienden hier. Niemand mag mijn vrienden, behalve ik. Daarom zijn het mijn vrienden. Weet je, als ik willekeurige vrienden van mij die jullie niet kennen in video's gooi, dan interesseert jullie dat, vrees ik niet al te veel. Die eerste headshot is gelost. Neem een koffer. Je bent gespot. Oké, ik heb er twee gevonden. Nou, ik weet nog een beetje wie erin zit, of niet? Daar zat er eentje, toch? Ja, daar zo. Hopen dat nou al een beetje voorbij is met altijd op me schieten. Vind ik namelijk niet leuk. Nou, zitten er daar een paar, toch? De divisie Lulletje Rozenwaters. Ja, oh, kijk, daar zit een geheim kamertje, joh. Een geheime sukkelmeeting. Dat wist ik helemaal niet. Hè? Dat zit op slot, jammer genoeg. Ook op slot. Nou, in ieder geval wel fijn om te weten. Ik heb nu een beetje een hideout, zeg maar. Staat daar nog iemand? Misschien. Nee. Oké, dan. Oké, het gaat nu al een stuk beter dan net, hè? Al diezelfde mensen in één keer neergeknald. Met de vlakte gelijk gemaakt. Ik wil toch wel proberen zo meteen bij een van die bovenste plekjes te komen. En dat wat chill is. Nee, dit is sprong ga je nooit redden, joh. Dat is niet mogelijk. Dan maar even deze kant op, bij onze irritante pikjes van net. Die super mega... Oh, dat is... Wacht, stop jongens. Even niet zo stom doen. Even niet zo stom. Eentje dood. Waar is je vriendje? Oh, daar loopt er een rentje voorbij. Ook geen klasse dit. Maar is dat er dan nog eentje op die toren of niet dan? Ik weet niet, we gaan het wel zelf zien. Eén groot mysterie. Iemand ziet me. Dit is geen zuivere koffie. Het is gewoon Nespresso of zo. Oké, het is rustig. Het is stil. Aan de... Wat? Wat viel daar zojuist? Staat er iemand boven? Zit hij een beetje zand naar beneden te schoppen of zo? Niet echt de beste cover die je kan hebben. Ik denk nou een beetje moet beginnen met tussen al die draden doorlopen, anders kom ik nooit ergens. Maar zo, er viel net echt iets naar beneden vanaf die toren. Ja, zeg dan even waar je bent dan. Wat is dit sowieso? Staat hier nog een mannetje tussen of zo? Dat zou ik redelijk stom vinden. Ah, is dat daar iemand? Ja joh, nou opeens wel hè? Nou opeens wel. Klootzak. Hier ook zeker nog iemand of niet? Nee, dat raam is clear. Dat raam is ook clear. Nou, dan ga ik maar gewoon beginnen met een beetje lopen. Tussen al die haakjes door. Je kunt niet zomaar op, denk ik. Dan moet je even dat torentje hier weer beklimmen. Er moet een manier zijn waardoor ik een beetje in contact kan komen met dat draadje daar. Moet ik dat zo springen? Nee, dat werkt niet. Oh man. Hoe werkt dit? Ik vind het raar geregeld hoor. Oh hey, sta erop. Letterlijk en figuurlijk. Kijk, sta erop dat je dat doet. Nee, je staat ook echt letterlijk op de draad. Oh, moet ik over de draad heen lopen? Voor mij is het nou aan te hangen, man. Als dit ook werkt, weet je. Ik doe het niet moeilijk over hoor. Oh, en oh. Zo werkt dat dus. Oké, dan. En dan kunnen die boefjes naar beneden komen. Oké. Ja, dat kan ook. Oh, daar is een ladder. Oh, hey, dat is me niet ooit opgevallen, joh. En nou vind ik... Nou, ik dacht al... Ja, straks gaan kijkers me een idioot vinden. Nou vinden ze me al helemaal een idioot. Dat is gewoon een fucking ladder. Dat kan ook, weet je. Ik vond het wel leuk hoe ik over die draad aan het lopen was. Ik voel me net aan een glitch in de mofo. Oh, zijn we om aan het schieten. Ja, het is irritant, want ik heb alle plekjes van mijn gevoel gecheckt en dan... Spannen is gewoon in bepaalde plekken. Dat vind ik stom. Ik sta ook lekker in het zicht in ieder geval. Oké, nou, dit is een goed idee. Vooral als er nog mensen zijn die op je snipen. Want ik heb het gevoel als je nu geraakt wordt dat je gewoon doodvalt. Dat is een leuk moment dat ik zelf gameplay daar beëindig in ieder geval. Je moet hem, jij moet opschieten, maar het enige wat ik doe is mijn steek naar links. Er zit niet echt een kunst in ofzo. Oh, er wordt flink op me geschoten zeg. Zo, ja verdomme, ik ga dood. Duurt lang dit. Ja, ik heb toch geen zin om overal te checken. Ik leg gewoon de schuld bij het spel. Het is allemaal jouw schuld. Jou, niet jij kijker, dit spel. Maar dan kijken we deze even zo gameplay. Hopelijk heb je een leuk idee van de singleplayer van deze game. Ik kan hem aanraden. Vooral foto's van borsten. Echt helemaal toppie. Bedankt voor deze aflevering. Tot volgende week. Laat je suggestie achter. Dan gebruik ik hem of haar. Geef een video, like als je hem leuk vond. Tot de volgende aflevering. Doei!